Dat gaat zeker wel goed komen. Morgen komt die man met de mijter op. Morgen komt de man met de mijter op. Ja, over wie heb ik het dan? Over de man met de mijter? Nou, wie van jullie onder de beschrijving inzetten? Wie komt er morgen met de mijter? Hey, hallo. Welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag vrijdag en het is weer weekend. We hebben vandaag dan, dag weer in de zoopblokjes gezeten. Weer druk in de zoopblokjes. Dus het is weer drukte van belang hier. En het licht, ja, dat een beetje vreemd. Hier is donker. Dat is licht. Ja, de lamp hangt van het verkeer, maar fijn. Dus ik val even in de zoopblokje gezeten. Dus dat is een drukte van belang weer. Dus tot 2 uur. Vrijdags. We werken tot 2 uur. Ja, dan gaan we niet naar huis, maar dan maken we heel goed schoon. Dus ja, dat is elke vrijdag op de zomer, dus dat moet er meteen gebeuren. Dus nu weer lekker weekend. Maar vanavond komt mijn vriendin hier weer te slapen, dus dat is ook wel even leuk. En ja, wat vind je het doen? Daar hangt er vanaf wat weer het is, wat niet zo, ja, wat fris weer, maar fijn, dat kan je ook kleden. Misschien morgen in de stad in de zomer. Moet even kijken. Om wat. Dus, bekijken. Dus in ieder geval. Woensdag over 2 weken moet ik een vrij hebben, want dan komen ze hier opmeten voor dubbele beglazing. Hier komen de dubbele ramen in. Daar komen ook de dubbele ramen in. Daar komt dubbele ramen in. Hier deze slaapkamer. Deze kamertje en mijn slaapkamer. En in de achterkamer daar komen ook dubbele ramen in. Ze komen eerst de boel opmeten en zo. Wat een offerte. Ja, ik hoef zelf niet te betalen, maar als de ramen inkomen, gaat de huur een beetje omhoog, komt er nog vetten en dan moet alles nog goed gekeurd worden. En dan duurt het 2 à 3 weken voordat de ramen weer inkomen, want er moet alles op maat gemaakt worden. Dus misschien net voor de kerst dat ik de nieuwe ramen weer heb, dat is niet zeker. Zullen we kijken, daar zijn we ook bij, ja. Kijk, november. 27 november, ja, een week. Dan gaan we misschien een week overheen, misschien begin december. Misschien net voor de kerst of na de kerst, of in januari dat we nieuwe ramen inkomen. Dat is nog niet zeker, maar de boel moet eerst opgemeten worden. Offerte moet klaargemaakt worden, offerte. En dat gaat misschien ook een week duren of zo. Maar misschien net voor de kerstvakantie, voor de kerst, dat ik een nieuwe ramen heb, ik durf niet te zeggen, maar... Nou, dat is veel beter, vind ik. Wat geïsoleerd en zo, minder te stoken en zo. Dat is tegenwoordig ook zo, hein? Veel isoleren, dus... Maar fijn. Gaat zeker wel goed komen. Dat gaat zeker wel goed komen. Morgen komt die man met de mijter op. Morgen komt de man met de mijter op. Ja, over wie heb ik het dan? Over de man met de mijter? Nou, wie van jullie onder de beschrijving inzetten? Wie komt er morgen met de mijter? Wie komt er morgen met de mijter? Ja, Sinterklaas die komt morgen. Dus morgen komt hij aan, ook in Sneek. Ik weet nog zeker als we erheen gaan. Wat weer het morgen wordt. Ja, het zal droog blijven geloof ik, maar wel aan de frisse kant natuurlijk. Maar fijn, dat kan je ook kleden natuurlijk, zei ik al. Dus wachten wat we morgen gaan doen. Dus altijd, kachel even aangezet, jongens. Ja, het is, op dag heb ik kachel uit, jongens. Ja, misschien is dat niet een goed plan, maar ja. Om nou hier te stoken voor geen één, dat is ook niks. En dat kan gewoon snel warm worden. Het is nu aardig op temperatuur hier, dus dat is ook wel leuk. Dus dat is even eten nog straks. Dus ik heb de nieuwe snoetje gekregen voor de telefoon trouwens. Voor mijn telefoon. Maar zo eigenlijk. Kabeltje, zat ergens een breukje in. Ja, in de stekker ergens. Dat kon je niet. Ja, die stekkers kan je niet open krijgen, hè. Maar ja, een nieuw snoetje erop. En nu is het weer goed. Dus laden niet op. Ja, als ik hem aan de lader deed, dan kreeg ik een melding dat ik niet kon snel laden. Dus. En af en toe begint wat te piepen en zo. Als je aanraakt, de stekkertje aanraakt, dan krijg je ook een foutmelding en zo. Dus een nieuw stekkertje erop. Hoe dat gekomen is, weet ik ook niet. Hoe een breukje in. Ja, kijk, ik heb een nieuw stekkertje erop. Die oude heb ik weggegooid. Dus, kijk, hier
Ja, hier middenin zat er ergens een breukje. Ja, dat kon je zelf niet repareren natuurlijk. Hè. Dus dit is weer goed. Dus ja, dus kan ik weer tegenaan weer. Dus best lange snoer zit erop. Hè. Dat vind ik altijd wel handig, wel prettig. Lekker lange snoer. Dus ja, batterij van de telefoon, ja, hoe lang gaat die mee een dag bij mij? Ik heb vroeger wel een Nokia gehad, ja, die gaan 14 dagen mee met een batterij, maar dat red je met een smartphone niet op. Een dag of zo, ja, een dag, ja. Ik ga ook altijd, ik doe het altijd videobellen, hè, met mijn vriendin wel, ja, dan vreet je ook meer stroom, die kamer in zit, hè, die neemt meer stroom. Dus ga zo in eten en zo. Dus ja, we hebben lekker weekend weer. Dus ja, nu, de dubbele glazing, hè. Ja, ik weet niet precies wanneer dit... ja, dan hebben ze ongeveer 2 dagen werk mee, dus moet 2 dagen vrij hebben. Ik weet niet of het voor de kerst nog wat. Maar ja, zit er in ieder geval 2-3 weken levering op. Dus daar zitten wel dubbele ramen op, kunststoframen. Het zit al een tijdje in, maar daar zit wel... ja, het zit wel dubbele ramen op, verder niet. Dus ja, misschien betaal je wat meer in de huur, maar fijn, dat maakt ook niet zoveel uit. Ik heb toch wat genoten voor, hè. Je haalt het wel weer uit, dus dat is wel heel leuk. Dus weer een lekker weekend. Koud, ik vind het fris buiten. Ja, in Oostenrijk ligt een beeld sneeuw, jongens. Daar ligt veel sneeuw trouwens in Oostenrijk. We lachen ook weer, ja, heel veel. Dus in ieder geval. En voor de rest, lekker eten. De Kees is vandaag weer online gekomen. Dus ja, deze bank is niet zo echt denderend meer. Mooi en lekker uitslapen trouwens. Dus ja, dat is wel lekker. Dus ja, Q&A, vroegen jullie ook Q&A. Ja, dat wacht nog een tijdje mee, jongens. Dat gaat eerst even niet. Er zit wat een maandje tussen zitten of zo. Dus ja. Voor de rest. Ja, unboxing, hè? Unboxing video's. Ja, dat heb ik eigenlijk ook niet. Ik ben er niet echt bekend mee met unboxing video's. Dus veel mensen zie ik het wel doen, hè. Mijn maat doet het ook trouwens ook. Dus unboxing video's, ja. Ja, van de week vroeg iemand op werk. Ja, wat ander onderwerp. Maar wat postro was. Postro, dat is Friese recept eigenlijk. Iets met pap en zo. Ik heb het nog nooit gehad trouwens, maar wel gehoord. Mijn moeder had het vroeger altijd, mijn moeder. Dat is postro. Dat, eet ze dat nog? Ja, voor mij eet ze dat nog wel, maar... Ik had nog niet gehad, dat lijkt me niet zo lekker, maar fijn. Ik had de Brenta. Mijn vriendin lust geen Brenta trouwens, maar fijn. Dus ik had de Brenta. Ik moet elke morgen Brenta hebben. Dus ik moet s'morgens wat eten. Sommige mensen eten s'morgens niet, maar ik vind het wel verkeerd trouwens. Dat je niet eet s'morgens. Ja, je moet... Vooral als je aan werk bent, je bent toch energie kwijt en zo. Goed eten altijd, dus... ja, kijk, de tv staat daar. Kijk, wel leuk staan die tv in daar. Dus, ik laat nu alles zo staan. Ik ga niet weer de kamer weer veranderen. Die bank ook. Die bank zou ik eerst daar staan hebben, maar dat lukte niet. Ik zat voor de deur en touwen, dus dat het... Dat nog even niet. Nee, mijn grapje tussendoor, hè. Maar lekker, Kees maakt ook wat grapjes. Ik moet wat grapjes tussendoor doen, jongens. Dus, niet al te serieus, maar fijn. Ja, deze bank, ja, daar komt mijn schoonbroer en schoonzus weg. Ik moet kijken of ik nog een andere bank op kop kan tikken of zo. Maar ik, ja. Deze bank kan je niet veel verschuiven, want dan krijg je allemaal kras op het pakket. Dat is ook niet echt de bedoeling, hè. En die randjes laten allemaal los. Ik heb altijd van die plakrandjes op die tussen de naden zo, maar dat laat allemaal los. Dat is allemaal ook ja, ik moet er toch nog eens een keer mee bezig. Maar blijft steeds bij. Dus hij moet er misschien ook eens een keer af. En zo. Scheren. Ja, grapje. Grapje tussendoor, jongens. Grapje tussendoor. Dus moet even scheren zo. Dus dat... In ieder geval, verder is... het is s'avonds, kan je s'avonds niet veel... Ja, het is vroeg donker, kan je s'avonds niet veel meer uitvreten. Dus
fietsen, dat doe ik ook niet meer nu. Om te frissen, om te fietsen. Dus, ja, ik had weer een vakantie plannen. Ik zit aan het denken om naar Spanje toe te gaan. Ja, Spaanse vloggen maken daar, Spaanse vloggen. Maar dat, ja, moet hem allemaal even bekijken hoe het even gaat lopen. Want ja, we hebben wel iets in ons hoofd, maar we weten nog niet zeker hoe en wat. Dus, maar ja, het is ook nog november. Dus, maar ja, in januari moet je eigenlijk wat boeken natuurlijk, hè. Dus dat, ja. Euro Disney, ja, dat... Dat is 5 dagen en zo. Ik heb al gezien op internet, dat er staan weer wat nieuwe reizen op. Maar ja, het is nog wat duurder geworden. Ik vind het een beetje te duur voor 5 dagen. Maar fijn, Euro Disney heb ik al gezien. Ja, ik heb niet naar alles gezien, maar in ieder geval. Maar misschien Spanje, Oostenrijk, ja, zit ik ook weer in de bus trouwens. Maar ja, gaan we wat kijken, dan hoor ik je wel even. Dus ja, Spanje hebben we al... Ja, loopt nu steeds van de kou weer. Ja, en Amerika, maar ja, dat is ook wat, ja, bijna €5.000, geloof ik. Ja. Misschien wat als Spanje, maar dat zijn we er nog niet helemaal over uit. Dus, maar dat zien we alleen. Nu rustig aan, we zien het alleen. Dus, we gaan overleg plannen. Dus, ja. Winterhanden, ik heb nog niet last van winterhanden. Ja, ik heb vorig jaar wel last van gehad, van februari en zo. Januari, februari had ik wel wat last van gehad. De winterhandjes. Maar ja, die ring die gaat ook steeds. Eén keer kan ik die ring zo afhalen, zo. De andere keer, dan krijg ik niet van mijn hand af. Maar ik heb mij laten weten dat het nog vocht komt er zo. S'avonds in zijn vingers zat het dikker zo. Ik weet het niet of het zo is, maar... Ja, dus... Maar fijn, moet erin afwachten. Verder nieuws. Ja, kookblogs. Cinecat wil kookblogs. Daar ben ik ook nog mee bezig. Oh. Toch even voor elkaar te krijgen. Toch weer kookblogs te maken. Alleen. De camera. Alleen de statief is niet groot genoeg. Hè? Ja, om nou weer een ander statief te kopen. Dat is weer een beetje zonde. Want dan heb ik 2 statieven en dan gebruik je 1 niet meer. Ja. Dan 1 keer die andere en dan weer die andere te gebruiken, dat vind ik niks, maar... Ja. Ik ben een bezig jongen met de kookblogs, dus... Ik hoop toch dat ik weer van start kan gaan met kookblogs. Dat is altijd wel leuk geweest, dus... Ik ben een bezig jongens, dus... Q&A, ja, is net Q&A geweest jongens, dat is... wacht nog even een maandje of 2 mee. Dus, of wat langer, maar... Dat komt ook wel weer eens. En de moppenvlog, ja, ik weet niet of dat ja, dat is ook net geweest, hè, moppenvlog. Dat is allemaal nog net geweest. Unboxing video's, ja, dat denk niet dat het wat wordt. Ik ben niet echt bekend mee. Met die unboxing video's. Dus ik denk niet dat dat wat wordt met die unboxing video's. Dus. Maar fijn, ik ga deze vlog weer sluiten. Dan zie ik jullie aanstaande woensdag weer terug met een nieuwe vlog. Zeg doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. Volg mij op Instagram. En ik zie jullie woensdag weer. Tot dan. Doei.